Goedemorgen, u kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een grijze bewolking boven Nederland. En als we naar buiten kijken zien we dat ook, want er is veel mist, nevel en laaghangende bewolking. In de loop van de ochtend breekt sporadisch de zon door. Het zuiden maakt daar de meeste kans op, maar het blijft toch vooral grijs en bewolkt. Maar vanmiddag wordt dat beter, dan gaat op meer plaatsen de zon doorbreken. Alleen de uiterste, noorden en oosten houden heel lang de bewolking. In het zuiden komt de meeste zonneschijn en daar worden 12, misschien lokaal zelfs 14 graden, onder het wolkendekker graad of 10. Vanavond meer opklaringen, dan temperaturen rond 8 tot 10 graden. In de nacht kan het lokaal weer mistig worden. Morgen overdag hebben we dan opnieuw te maken met enkele wolkenvelden in het noorden en oosten van het land. Maar hoe verder naar het zuiden, des te meer de zon zal schijnen. Temperaturen lopen daardoor ook op in vergelijking met vandaag. Morgen worden het 10 graden op de Waldeilanden, maar rond de 16 graden in het zuiden. In Limburg misschien zelfs 18 Vrijdag wordt het nog warmer, 15 tot 19 graden is zeker, en als het echt mee zit wordt het op veel plaatsen 20 graden. Zaterdag is die warme lucht alweer verdreven, dan vallen er enkele buien en gaat de temperatuur weer een paar graden inleveren. Maar de vrijdag is de topdag. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl